Hoi, Thomas Rutgers en Jitske. Ja. Ja, jullie hebben samen deze installatie gemaakt, Openbaar ja. Kabaal. Kun je daar eens kort eens over uitleggen wat het precies is? Ja, het is een klankinstallatie met het idee de ruimte eigenlijk opnieuw te laten zien door hem tot klinken te brengen. Dus we hebben een aantal tikapparaatjes, als je daar bijvoorbeeld op die fiets. Aan de deur, zulke kastjes hangen hier rond op straatmeubilair, op lantaarnpalen, prullenbakken enzovoort. En die tikken eigenlijk tegen het object waar je ze opplakt. En die zijn vervolgens weer op afstand te bedienen en zo kunnen we ritmes spelen op de openbare ruimte. Oh, oké. Okay. Ja. En doen jullie dat zelf met dat toetsenbord hier of is het allemaal automatisch? Nee, dat kan vanzelf spelen. Dus we hebben ook wel eens een stuk wat als een compositie die we gewoon afspelen op de openbare ruimte. Ingeprogrammeerd. En ja. Het heeft ook deze improvisatievariant waar ik ter plekke een beetje kan. En wie van jullie heeft dan wat gedaan? De installaties gemaakt of waarop gezet? We hebben samen het idee bedacht. En Thomas is echt een technische man. Die heeft alles uitgedacht en ontwikkeld. En ik heb zelf meegebouwd met de kastjes maken. Ja. Jitske is erg van het concept. Ja. Ja, en Thomas doet de performance. Samen dan dit, of is het eerste dat jullie echt zo te samen doen? Het eerste project wat we samen ooit zijn begonnen, maar daar hebben we al, denk ik, nu een stuk of drie projecten samen gedaan. Dus het is een samenwerking die goed werkt. Oh, ja. Hoe lang loopt dat dan al, nu dit project dan? Ik denk een jaar of twee geleden hebben we dit bedacht. Ja. Ja. In Nederland en in België? Klopt, in België. Ja. Ja, we zijn op verschillende plaatsen geweest. Ja. Okay. Ja. En wat willen jullie eigenlijk uitlokken van het publiek dat hier naartoe komt? Wat willen jullie dan nu? Wat is de bedoeling van het stuk zelf? Ja, het idee is eigenlijk dat je, dat je sowieso kunst heel makkelijk toegankelijk maakt voor de gewone voorbijganger. En de verwondering die dat oproept is ook echt ons doel. Maar ook dat je misschien elke dag langs een plek loopt, maar dat je hem in één keer op een andere manier ervaart, qua akoestiek. Ja. En ook de objecten die eigenlijk totaal oninteressant zijn, zoals een prullenbak of een lantaarnpaal, die ga je in één keer zien als iets wat dus blijkbaar een mooie klank kan hebben. Oké, mooi. Ja. Bedankt en we gaan er zeker nog van genieten. Dankjewel. Dag. Okay.